Goedendag, ik ben Mark van Alphen, tot voor kort werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Als wetenschappelijk medewerker heb ik me de laatste jaren vooral bezig gehouden met onderzoek naar de vroegmoderne marinegeschiedenis. En dat onderzoek heb ik ook gebruikt voor mijn bijdrage aan de nieuwe maritieme geschiedenis der Nederlanden. Het hoofdstuk over de 17e en 18e eeuw is nu in concept klaar. Dat heb ik niet alleen geschreven, dat heb ik gedaan samen met drie andere auteurs. Ik heb me echter voor dit deel vooral bezig gehouden met de zeevarenden. En daar wil ik het vandaag dan ook met u over hebben. De centrale vraag van mijn bijdrage hier is: hoe komt het dat de marine in staat was om in korte tijd zo'n grote vloot te bemannen? Waar heeft de vloot haar succes als het ware aan te danken? Want de marine was net als bijvoorbeeld de VOC of de WIC geen gewilde werkgever. Kortom, hoe is het succes van het bemannen en uiteindelijk ook de inzet van die vloot te verklaren? Nou, laten we eerst eens kijken hoe de marineman, nou, als een losbol, zoals je daar in die linkse 17e-eeuwse opstelling ziet. U ziet, daar is hij een gezelschap van een dame, wellicht van lichte zeden. In ieder geval een dame die geïnteresseerd is in zijn beurs, want die heeft ze reeds tot zich genomen. De zeeman zelf heeft het overduidelijk naar zijn zin, met een fles drank in de hand. De andere afbeelding is een 18e-eeuwse voorstelling van zaken. En dan zie je de zeeman met een ander geneugde van zijn verblijf aan de wallen. Dat is pruimtebak die hij al dansende tot zich neemt. Die 18e-eeuwse voorstelling is helemaal aan het eind van de 18e eeuw. Uit de periode dat wij met de Fransen samen in oorlog waren tegen de Engelsen. Vandaar dat er zo'n anti-Engels gedicht onder prijkt van Heminga. Dit is de voorstelling, maar dit zijn natuurlijk stereotypen. Het zijn wel de voorstelling van zeelieden zoals je ze tegenkomt in de havenbuurt. Je moet ze realiseren dat de marine in de 17e en 18e eeuw niet centraal orgaan was. Het waren eigenlijk vijf marines in vijf verschillende grote havensteden waren aan het eind van de 16e eeuw admiraliteiten gevormd. En die daar dus gewoon de marine vorm gaven. Je had in wezen in de Republiek vijf verschillende marines. Met eigen bestuur, eigen werven, eigen schepen, eigen bemanningsleden. Uiteraard moesten die verschillende admiraliteiten wel samenwerken als er bijvoorbeeld oorlog gevoerd werd. Dan was het de Republiek, dan ging het niet meer om de gewesten waar die admiraliteiten zaten, of de steden, nee, dan ging het om het land. En dan moest natuurlijk samengewerkt worden. Nou, om tot bepaalde afspraken te komen en centraal beleid, bestond er ook een afvaardiging van die verschillende admiraliteiten. Die kwamen samen in Den Haag, het zogeheten Haags Besogne. En dit was een soort adviesorgaan en dat adviseerde dan de Staten-Generaal. Want daar lag de macht. Daar werd het beleid gemaakt voor de vloot. Vergaderingen van het Haagse Besogne werden ook vaak bijgewoond door afgevaardigden van de Staten-Generaal. En ook de stadhouder, die als admiraal-generaal de hoogste militair was van het land, kon daar ook bij aanwezig zijn. En deze mensen en personen hadden natuurlijk ook grote invloed op het in de Haagse Besogne besproken zaken. Die vijf marines waren dus gevestigd in vijf belangrijke havenplaatsen. Nou, dat was natuurlijk Amsterdam, Rotterdam, Middelburg met als haven Vlissingen en later ook Zierikzee. Dan Dokkum in Friesland, dat verzandde in de jaren 40 en werd toen vervangen door Harlingen. En in de Kop van Noord-Holland, Enkhuizen en Hoorn, die samen eigenlijk één admiraliteit vormden. Dus je had vijf admiraliteiten met een eigen personeelsbeleid. En in die havensteden kon je dus aanmonsteren bij die desbetreffende admiraliteit. Nou, hier zie je een afbeelding van de Antoniuswagen in Amsterdam. Ik laat deze tekening zien niet alleen omdat ik hem heel leuk vind, hem leuk ingekleurd enzovoort. Nee, ook omdat hij heel goed aangeeft dat dit een buurt was waar die zeelieden rondhingen tussen hun reizen door. Want op beide zijden, van beide hoeken van deze straat, dus de Bloedstraat trouwens, die is er nog steeds, zie je een café. En daarvan is bekend van beide cafés dat ze bezocht werden door zeelieden. Dat is niet toevallig, want de Waag, iemand die een beetje thuis is in Amsterdam, die weet dat de Waag toch vrij centraal ligt. En eigenlijk tussen twee belangrijke havendelen in, westelijke en oostelijke haven. Met aan de ene zijde Kattenburg, waar nog steeds het Scheepvaartmuseum zit, wat in het oude pakhuis van de marine zit. Waar ook de admiraliteit werven had.
waar ook de Ruiter vlakbij woonde, waar de Zeedijk vlakbij is. Aan de andere kant het andere havengedeelte, wat meer rond de Haarlemmerstraat geconcentreerd zich en richting de Jordaan gaat. Ook daar zaten heel veel zeelieden. Dit is eigenlijk het gebied wat daar min of meer tussenin ligt. De overloop tussen beide gebouwen. Hier vlakbij is ook het admiraliteitsgebouw waar de kantoren zaten, waar de mensen werden aangenomen voor de marine. Als iemand bij de marine werd aangenomen, dan kreeg hij een maandgage op de hand, de monstermaand. Maar dat was nooit voldoende om een uitrusting van te kopen en ook niet voldoende om tijdelijke opvang te betalen. Je moet zich realiseren dat het gros van de bemanning van een marineschip was afkomstig van buiten de marinestad zelf. Wel was het zo dat tot ongeveer 1720 het merendeel van de bemanning wel uit de Republiek zelf kwam. Maar ook deze lieden hadden voor een groot gedeelte tijdelijke behuizing nodig in de havenstad zelf, waar de marine zat. Dus bijvoorbeeld in die buurt waar we net dat plaatje van gezien hebben van Amsterdam. Daar werden ze opgevangen en tijdelijk gehuisvest, totdat er een marineschip gewoon in gereedheid gebracht zou worden om te gaan vertrekken. En dan kon er aangemonsterd worden. De betaling voor die logementhouders en andere opvangadressen, daarvoor was de maandgage, één maand was te weinig, zo'n 12 gulden, in oorlogstijd iets meer, 12 tot 15, daarbuiten ook wel minder. Daar deed een logementhouder niet voor. Nee, er moest meer komen. Vaak waren die schulden die de zeelieden tijdelijk opliepen voordat ze weer konden vertrekken, waren zo'n 40, 50 of 60 gulden. Er moest dus nog wel wat bij komen. En daarvoor dienden maandbrieven. Daar ziet u hier een voorbeeld van. Dit is een maandbrief uit 1744, opgemaakt door een luitenant. En dat geeft al aan dat de maandbrief niet alleen opgemaakt werd door matrozen en lieden die weinig verdienden. Nee, de hele bemanning maakte daar gebruik van en het merendeel deed het ook. Het was geen verplichting, maar het kon. En wat deed je met zo'n maandbrief? Daarmee gaf je eigenlijk aan dat je een kwart van je salaris, van elke vier maanden die je verdiende één, dus een kwart van het jaarsalaris, dat zou je laten uitbetalen aan derden tijdens jouw aanwezigheid aan de wal. Bij de marine waar je in dienst was getreden. Dus in dit geval, als het in Amsterdam was, dan zou het dus bij het Admiraliteitshof in Amsterdam zijn. Dan kon je daar je geld ophalen na afloop van de reis. Die maandbrief, die was zeer gewild, omdat die zo zeker was qua uitbetaling. Als de zeeman in kwestie niet deserteerde of voortijdig stierf, dan wist je zeker dat je je geld zou krijgen. Want de betaling liep buiten de zeeman om, dus of hij er nou wel of niet op terugkwam op zijn afspraak, dit geld werd gewoon uitgekeerd. Maar er zat natuurlijk toch een risico aan vast dat iemand voortijdig sneuvelde. Want ja, bij de marine liep je die kans natuurlijk toch. En dan was er een mogelijkheid dat die brief niet werd uitbetaald, omdat je nog niet voldoende verdiend had om dat te kunnen laten doen. Nou, daarom werden over het algemeen gebruikt om de logementhouders, de tijdelijke gastheren en gastvrouwen mee te betalen. En die durfden dat risico niet te lopen of konden dat financieel gewoon niet aan. En verkochten deze brieven dan ook over het algemeen aan zogeheten opkopers, zielopkopers, transportopkopers. Nou, in ieder geval degene die in dit soort schuldbrieven geïnteresseerd waren. Degene die ze verkochten, dat waren die logementhouders, die werden dan ook vaak verkopers van die sedulen of zelen genoemd, oftewel zielverkopers. En die kregen daar eigenlijk vaak maar de helft of zelfs nog wat iets minder voor. Dus dat was op zich geen geldverdienende mechanisme. Maar het betekende wel dat heel veel mensen er toch iets aan verdienden. En toch een soort zekerheid door kregen, want dan hadden ze in ieder geval contant geld. Het nadeel was natuurlijk wel dat de zeelieden die deze brieven op lieten maken en als betaling gebruikten voor hun logementhouder, toch wel een groot gedeelte van de tijd aan boord van die schepen eigenlijk bezig waren met het afbetalen van de schuld. En meer niet. En als ze terugkwamen, dan kregen ze eigenlijk maar een klein gedeelte van het totale verdienst in handen, omdat ze zo'n dikke schuld hadden opgebouwd voordat ze weggingen. Maar het betekende wel dat heel veel particulieren in die havenbuurten geïnteresseerd waren in de tijdelijke opvang van één of een paar zeelieden die bij de marine zouden aanmonsteren. En dat is ook voor een deel de verklaring voor het succesvolle monsteren bij de marine, dat dat eigenlijk pas tot tweede helft 18e eeuw geen grote probleem heeft opgeleverd, ook als het plotseling om tienduizenden mensen ging. Ook dan lukte het, juist omdat die betaling toch over het algemeen heel goed geregeld was, buiten de zeeman om, zodat hij niet als een losbol voortijdig zijn geld erin kon draaien. Het succes van de Nederlandse oorlogsvloot, wat het bemand krijgen van de schepen, is niet alleen te danken aan de wijze waarop de logementhouders vrij goed en makkelijk gefinancierd konden worden door die maandbrieven,
waardoor de zeelieden uiteraard wel een groot gedeelte van de tijd bezig waren om schulden af te betalen. Een andere verklaring voor het succes van de marine en het bemand krijgen heeft ook te maken met de scheepsleiding. U ziet hier een afbeelding van Engel de Ruiter, de zoon van Michiel de Ruiter. Die laat ik zien omdat er in de 17e eeuw wel iets verandert op het gebied van de marineofficier. De eerste helft van de 17e eeuw zie je dat die marineofficier in de tijd van Michiel de Ruiter eigenlijk heel dicht bij zijn bemanning staat. Hij is nauwelijks te onderscheiden in zijn kleding, hij heeft ook geen uniform of zo. Terwijl je hier die Engel de Ruiter zie je, dat is wel een man van enige standing. En dat heeft te maken met de verandering die in de jaren 60 start. Dan zie je dat de zeeofficier sociaal stijgt. Tot die tijd wordt hij door de landmachtofficier toch niet echt voor vol aangezien. Zelfs iemand als de Ruiter, die wordt in de jaren 50 door legerofficieren, kolonels, eigenlijk niet als hun gelijkwaardige gezien, maar als een mindere. Dat zal dan wel snel veranderen na zijn successen tegen de Zweden en ook tegen de Engelsen. En als dank voor dit soort operaties tegen die landen, worden mensen als Michiel de Ruiter ook geridderd door, in dit geval, de Deense koning. Dus ze stijgen daardoor. En dat kun je ook terugzien aan hun kinderen. In dit geval dan zijn zoon Engel de Ruiter, die in zijn voetsporen treedt, ook admiraal wordt. U ziet hier de admiraalstaf. Maar die laat zich op een heel andere manier vereeuwigen dan zijn vader. Hij laat zich hier eigenlijk vereeuwigen als een soort edelman. Dat is hij ook wel, maar dat wordt hij eigenlijk dankzij zijn vader. En hier dan met een jachthond, hier nog wel een schip op de achtergrond. Maar het geeft aan dat de marineofficier in de 17e eeuw verdeftigt. Dat heeft de emeritus hoogleraar zeegeschiedenis Jaap Bruin al een keer aangekaart. En zo is het ook echt. Dat zie je ze veranderen. Ze worden er niet meer of minder capabel door, maar je krijgt wel een andere verstandhouding tussen de marineofficier en de gewone matroos. Er komt een grotere afstand. Dat komt niet alleen omdat de officier een andere houding aanneemt. Hij wordt steeds deftiger, hij gaat in de 18e eeuw zelfs een uniform dragen, waardoor hij zich ook onderscheidt met de rest van de bemanning. Het heeft ook te maken met het feit dat de schepen steeds groter worden, steeds zwaarder bewapend. Er komt tussen de matroos en de officier ook een steeds grotere groep middenkader onderofficieren te staan. En daar wil ik het graag nu over hebben. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw weten we meer van de bemanningen van de schepen af, omdat we niet meer uitsluitend naar de succesvolle vlootvoogden kijken. Een groep die daarbij toch nog steeds vrij onderbelicht is, dat zijn de onderofficieren. En daar heb je hier een overzicht van de verschillende onderofficieren aan boord van een admiraliteitsschip in de 17e en 18e eeuw. Ik heb dat overzicht gemaakt op basis van literatuur, maar ook een aantal monster- en betaalsrollen daarbij gebruikt. Om zo aan te geven dat er wel degelijk verschillen zijn in de gagebetaling tussen die verschillende onderofficiersfuncties. U ziet hier achter de status. Het is namelijk zo dat de onderofficieren als groep natuurlijk de onderofficieren vormen, maar intern is er een hiërarchie tussen de hogere onderofficieren, dat zijn de dekofficieren, en de lagere onderofficieren die als onderofficieren hier aangemerkt staan. Dat heeft over het algemeen niet alleen met hun werk te maken, maar ook met hun verdiensten. U ziet dat er behoorlijke verschillen zijn. U ziet ook dat bepaalde functies meer verdienen dan de kapitein. Een kapitein krijgt 30 gulden per maand. En hier zitten de verschillende tussen, zoals je ziet, Grijn, maar ook de timmerman, die meer verdienen. Dat komt ook omdat de belangrijkste inkomstenbron van de kapitein is niet zijn gage, maar dat is de vergoeding voor het zelf profianderen van het schip. Maar goed, dat laat ik even buiten beschouwen, want dan zou ik te veel uitweiden. Hier in ieder geval een overzicht wat aangeeft, want dat vind ik eigenlijk belangrijk om hiermee aan te geven, dat die dekofficieren niet allemaal hetzelfde verdienen, dat ten eerste, maar ook dat er enorme verschillen zijn in de betaling. Het maakt dus uit waar ze aanmonsteren en ook wanneer ze aanmonsteren, want die gages die veranderen. En dat is opvallend, want dat gebeurt namelijk bij de matrozen en soldaten, zeesoldaten aan de ene kant, en de officieren aan de andere kant nauwelijks. Daar zijn de bedragen die worden betaald aan deze lieden, aan de matroos of aan de kapitein, die blijven twee eeuwen lang vrijwel hetzelfde. Maar dat is niet zo met de onderofficieren. En er wordt wel eens gedacht dat het daar ook voor geldt, maar dat is niet zo. In de 17e en 18e eeuw maakt het wel degelijk uit voor een kwartiermeester of voor een kok waar die aanmonstert. Bij welke admiraliteit, maar ook wanneer. Er zijn verschillen.
Zo zie je dat met name de admiraliteit in Rotterdam over het algemeen wat meer betaalt dan bijvoorbeeld de admiraliteit in Friesland. En zo zijn er meer verschillen. Dus dat maakt wel degelijk uit. Voor de rest ziet u hier aangegeven dat er ook nog wat specifiek van deze mensen verteld is. Bij de Schiemon heb ik dit sterretje staan omdat dit degene is die in 1652 eigenlijk gepromoveerd wordt van onderofficier naar dekofficier. Ik heb dat in de literatuur gevonden, maar ik zou niet weten waarom het is. Maar het is in ieder geval een statusstijging. Wat ik wel zelf heb kunnen ervaren door onderzoek is dat zowel de chirurgijn als de schrijver, waar ook hier staat, die worden ook opgewaardeerd alleen, en dat is wel heel bijzonder, die worden opgewaardeerd tot officier. In 1781 worden een aantal schrijvers worden dan van dekofficier opgewaardeerd tot officier. En in 1797 dan worden chirurgijns ook tot officier gebombardeerd. En dat is natuurlijk een groot verschil. Nou, dit is een groep waarvan ik eigenlijk zou willen zeggen, daar is nog veel meer onderzoek voor nodig. Want wat weten we nou eigenlijk van de opleiding van deze mensen af? We weten alleen dat ze als bijvoorbeeld tweede of derde chirurgijn erg starten en dan doorgroeien. Of als provoost een tijdje lang varen en dan eventueel kwartiermeester of iets anders worden. En ze maken een bepaald soort carrières. Maar dit is wel de ruggengraat van de vloot. Dit zijn de mensen waardoor de marine ook goed functioneert in die tweede helft van de 18e eeuw. Wanneer het heel moeilijk wordt om goed personeel te krijgen. En het niveau van de matrozen ook echt achteruit gaat. Ze weten minder, ze zijn jonger. Maar deze club is heel honkvast. Datzelfde geldt trouwens ook voor de officieren. Maar daar hebben we er meer dan genoeg van. Maar hier niet. Dus dit is heel belangrijk dat deze mensen, ondanks dat ze misschien elders meer zouden kunnen gaan verdienen, toch trouw blijven aan die marine waar ze ooit bij in dienst zijn getreden. Ja, voor de onderofficieren speelde het inkomen een belangrijke rol. Daar konden ze een gezin van onderhouden. En je ziet ook dat het merendeel der onderofficieren is getrouwd en ook gevestigd in de havenbuurt waar ook die admiraliteit zit. Maar dat inkomen was niet de belangrijke reden voor het gewone scheepsvolk, voor de matroos om bij de marine te gaan varen of daar te blijven. Er waren andere redenen voor. Ten eerste de vergoedingen die hij kon krijgen als hij daadwerkelijk gewond raakte tijdens de strijd en invalide zou raken. Dan was er een soort zekerheid. Er waren allerlei vaste bedragen die dan uitgekeerd zouden worden. Bij het verlies van een been, bij het verlies van een oog enzovoort. Die zekerheid werd door geen een andere scheepvaarttak geboden. Hier zien we een voorbeeld van een matroos, in dit geval Frans Marcus. Die heeft slag geleverd bij de Doggersbank tegen de Engelsen. En die is behoorlijk gehavend geraakt, zoals je kunt zien. Want tijdens de strijd ziet u dat er een kanonskogel is langskomen. En die heeft een gedeelte van zijn bovenkaak en zijn neus weggeslagen. Deze man heeft het overleefd. Dat is natuurlijk heel opvallend. Na de strijd is hij overgebracht naar Amsterdam, naar het gasthuis daar. En daar heeft hij 333 dagen gelegen. En toen is hij ontslagen. En daarna heeft hij nog 16 jaar geleefd. Dus hij is pas aan het eind van de 18e eeuw overleden. Dat is heel bijzonder, maar dat geeft al aan dat het geen holle belofte was om deze mensen in ieder geval bij te staan als ze door de strijd getekend waren. Dat is een van de redenen dat de zeelieden bereid waren om bij de marine te gaan varen en ook te blijven. Maar dat was niet de enige. Niet alleen invaliditeitsuitkeringen spelen een rol bij de keuze van de marine, ook de zekerheid van uitbetaling. Een zeeman bij de VOC kon meer verdienen, maar moest dan voor jaren tekenen. Bij de marine was het een kwestie van dienstverband voor een campagne of een reis en dat was nou, nooit langer dan anderhalf jaar. En als hij terugkwam en het overleefde, dan kreeg hij ook daadwerkelijk uitbetaald. In klinkklare munt. En dat was niet overal gebruikelijk. In Engeland kregen heel veel marine mensen tijdenlang uitbetaald in schuldbekentenissen. En dan moesten ze maar afwachten wanneer die te verzilveren waren. Nou, dat was in Nederland niet. Die zekerheid van betalen, dat betekent niet alleen dat de werving lange tijd door logementhouders, als het ware, gerund kon worden. Het betekende ook dat heel veel zeelieden die afmonsterde collega's in huis namen van de marine, omdat de betalingszekerheid groot was. Je kreeg in ieder geval je geld. Dat is in dit geval niet zoveel, want je ziet dat hij maar ruim 8 gulden overhoudt na aftrek van alle kosten. Maar dat werd hem ook daadwerkelijk uitbetaald. Dus die zekerheid had hij. Een andere reden waarom mensen bij de marine kwamen en bleven is ook de wijze waarop de bemanning was onderverdeeld in kleinere werkeenheden, bakken. Dat waren kleine groepen die gedurende de hele reis op elkaar aangewezen waren. Samen ook aten uit een bak.
Dat betekende ook dat er een soort band groeide. En ook dit waren mensen die elkaar vaak na afloop van de reis in huis namen. Of die gezamenlijk hetzelfde logement bezochten. Nou, zo zijn er nog een paar redenen waarom de marineman koos voor de marine of bij de marine bleef. Maar daar heb ik helaas de tijd nu niet voor. Maar u kunt het allemaal op korte termijn nalezen, digitaal, in de nieuwe maritieme geschiedenis van Nederland. Ik wil u hierbij in ieder geval heel hartelijk danken voor uw aandacht.